Yo, pieps. En, hoe is? Alles kitzaartere rits? Hier in elke bouw wel, dat zie je wel. Yo, pieps. Hey, dag mensen. De strenge drie, die is er niet meer, die is opgelazerd. Dus ik, dat ben ik eigenlijk gewoon. Yo, pieps. Hey, zet ik u er nou wel? Ik heb hier wel een klein beetje aangekleed, maar ik ben zelf nog niet klaar. Dus je moet eten, dus wachten. Och jee, daar zijn ze weer met Wat Nou TV. Komen jullie op mijn verjaardag? Nou, dan kom er even verder hoor. Yo, pieps. En, genoeg zooi gehad van die zin? Dan komen wij na met onze zooi. Maar, mijn god, mijn Nenna toch. Want gij zei toch ook net zo gek als Peert van Christus. En dat was een ezel. Jongen had het daar nou niet even mee kunnen wachten. Want zo erg is dan nog niet met die verhuis. Yo, pieps. Ja, mensen. Het visje is jammer genoeg weer voorbij. Maar ik heb er nog even overgehouden. Deze Levi. En die heel deze stel uit Den Bosch. De Boshapen geloof ik dat ze er eigen noemen. Maar kan mens willen. Ik mag het open. Oh, mijn jongen, we denken daar toch van. Oh, daar kunnen we mee vooruit. Ik zal er eens in en eens schenken, denk ik. Er is er een jarig vandaag. 81, is dat niet prachtig? Maar ik zou het liever zo zien. En dan weten we het nou weet. Dat wist tenminste wel alle waaraas. Nou mensen, mijn herfstvakantie is in het water gevallen. Mijn troet weer zeg. Opa Frans, ben jij echt zo jong als dat je eruit ziet op de televisie? Of word je gruwelijk opgemaakt? Groetjes uit Walk. Nou, ik dacht het niet. Dat is allemaal puur natuur hoor. Er is niks aan gedaan. En dat hoeft niet ook niet. Nee, mensen. Ik ben een scheik en ik ben stinkend rijk en ik heb steeds altijd veel plezier met Arabier. Hoi! Koeweit, 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 kille, kille, koeweit, kille, kille, hopsa. Jawel, het is zover. Ik heb mijn eigen rubriek in Wat Nou TV. Opa Frans, een mailbox. Verrekt. Ze beginnen ineens te fluiten. Ik heb ze nog nooit gehoord. Ben gek. Goedenavond allemaal hier. De zomer kunnen buiten zo'n geweld. En ik liet mijn rollator staan. Maar ik stond ervan versteld. We noemen een verrassing of niet? We hebben een verrassing op mevrouw. Hoi. Jongen, 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 dat is toch allemaal. Verrek, nou gebeurt er niks. Oh, nou toch wel. Wat een laadmoe effect, jongens. Welkom bij aflevering 200. Ja, weet ik eigenlijk voor veel. Daar haal ik allemaal niet bij. Des bent te veel, hoor. Ene van Edwin. Die vraagt welk minuutje ik het schoonste en het beste vond. Nou, zal ik het jou eens eerlijk vertellen? Dat met Kerstmis toen. Maar ja, dat jij de ruzie had met dingen, daar kan ik ook niks aan doen. Ik heb wel eens gezegd dat ik mijn mailboek dicht zou spijkeren, maar ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Want nou heb ik er hier een, en die is van Bas van Amond. Nou, die jongen die is er echt voor gaan zitten hoor. Want als je dat allemaal leest, ik zal het even voorlezen. Hey, Fransje, goeie jongen, zei jij. Dat is alles. Speciaal ik het over opa Frans. Dat ben er niet. Ja. Moet ik het Frans, opa Frans. Opa Frans, deze is namens de buskers voor jou. En vandaag de cameraman, Jan, maar dat ga ik niet meer versieren. En tenslotte, om het af te leren, twee kutjes. Maar je zei debbete. Je zit een toffe peer en daarachter die laptop alleen. Je moet dus met de productie praten, want die gouden fietsketting met die een borstplaat, dat kan niet meer. Anno 2005.
Je moet opslag vragen voor die goede presentatie. En ik lig elke keer weer in de scheur. Dus het leek goed in de smaak. We beginnen het nieuwe seizoen met de missie van 16. En dat is niet niks niet. Eerst een van de netwa. Nee, Edwin. Nou, opa Frans, het hele kerstminuutje staat nu op YouTube. Dus, nu kunnen we ervan genieten. Wanneer je maar wil. En dit seizoen, dan hebben we weer verse kutjes. We hebben weer een heel blik opengetrokken. Ja, maar je zegt dan, hè. Olivier, proost. En als je niet op visie bent geweest, dan heb je pech gehad. Maar het was er heel gezellig. En gelukkig was de cameraman er ook. Dus, kunt u toch nog kijken. Opa Frans, ik kan er vanavond helaas niet bij zijn. Ik moet hier zijn bij de première in Helmond. Maar ik wil even zeggen, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Een dikke kus van mij. En later, wat nou? Nou, dat was vet, of niet? En nou, hebben die een koekert weg. Nou, dat is toch ook vet? Ja, nou gaan we verder met Gunther. Want die zullen een opknapper maken. Nou, dat was ook wel nodig na de vorige week. Jongen, jongen, wat een puinhoop. Bij wat dacht ik dan van die pannenkoek? Oh, het is toch verschrikkelijk voor die jongen. Verrekt, het zijn toch vogeltjes? En weten jullie wat heavy metal is? En weten jullie wat bowling is? Nou, na krijg je heavy metal bowling. Nou, ik weet niet wat het is, maar het moet een troep zijn. Ik ga toch mijn ballen maar eventjes afstoffen, want die moeten wel blinken bij die dagen. Vroeger moest er mee. Mijn vrouw langs de etalages en dan werden meegesleurd, dan hier, dan daar. Op een gegeven moment, toen zag ze toch een mooie jas te staan. En toen zei ze tegen mij, oh, daar vind ik een mooie jas. Ik zeg, ja? Ja, zei ze, daar vind ik een hele mooie jas. Ik zeg, weet je wat je dan doet? Dan ga je morgen nog een keer kijken. En je ziet het, jongens, het is feest vandaag. En die staat er nog op ook, hè? Zie je het? Ja, mensen, het is nou allemaal nog oranje. Maar ik zit wel klaar met mijn ouders, want als ze verliezen, slaat heel die televisie in elkaar. En jullie zien het, is feest vandaag, hè? Is het niet prachtig? Ik word 80. En Mary, wat denkt er van deze ding? Het is wel mooi, dat moet ik niet zeggen. Dat moet ik zeggen, maar zwaar dat die is, die nieuwe bling. Tjonge, jongen. Ede van Commando Piet, ja, die moet ik voorlezen. Oude man. Jammer dat ik er niet bij kon zijn bij je feestje. De runner gestolen en Monkey kreeg de Jungle Mobiel niet aan de praat. En strenge drie, hier eindigen we mee. Met kutzooi. Ben je zeker dan, hè? Jullie dachten natuurlijk dat het iets anders was. Maar zo ben ik niet. Het is net mijn hondje. Mag ik in Ferrari voor mijn verjaardag? Verrekt jongen, dan wil er twee. Eén voor de week en één voor het weekend. Als ik ze maar niet hoef te betalen. Ja, mensen, ik heb mijn eerste kerststukje al binnen. Alleen heb ik er wel een hoop werk mee. Een lichtje moet erin, er moet water bij. Maar er zit ook nog een kortje bij dat ik het niet op mag eten. Nou, daar begin ik toch niet aan, want ik ben helemaal zoutloos. Ik zou zeggen, staat hem. Als hem niet hangt, dan staat hem. Oh, menneke, het komt allemaal goed. Niels, die gaat dus Brabant in. Tenminste, als jullie spotsporen hebben. Net zoals koning uit Eindhoven. En Gijs uit Eersel. Ik kom verder met mijn nieuwe hobby. Bonsaiboompjes. En nou, als deze in moet worden... Ik weet het niet hoor, maar zo noemen ze zo'n ding hemel. Ja, en dan nou eigenlijk het voornaamste agendapunt. Want de volgende week, dan zitten wij voort op de donderdag. Elke donderdag dus, om de 2 uur, om 9:30, om 10:30, om 11:30. Kijk maar wanneer je kijken kunt. Ja mensen, het is nou helemaal zo, ik kan er ook niks aan doen. Maar ik denk dus zeker niet dat ik mijn televisie kapot sla, want dan kan ik tv, wat nou tv niet meer zien. En die namen, die laat ik wel leeglopen en heel dat zaakje. Ik ruim het wel op. Ik heb er heel de avond de tijd nog voor. Nou, je weet ervan hè. We zullen maar zien wat het wordt verder. Mensen,
Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. Het was een heel leuk feest. Alleen de volgende keer wil ik weer in deze zaal zitten. Want dan vind ik gezelliger als daar. Ja. Ja. Om het voorlopig tot mijn 85 vol te houden, dus dat kan het nog een keer gebeuren. Ik zou zeggen, tot de volgende keer en later!